Kickboxing Haastrecht heeft sinds begin juli een nieuwe locatie. En wat zijn ze er blij mee. En nu zijn ze hier. Pascal en Alicia, welkom hier bij De Waard aan Tafel. Ja, hoe trots kan je zijn op je eigen sportschool? Ontzettend trots natuurlijk. Dat is een grote droom, vooral van Pascal. Die heeft al vanaf kleins af aan heeft hij al de vechtsport uitgeoefend. En dit is een mooie kans voor hem geweest om het door te geven aan anderen. Ja. Jullie gaven al wel lessen, maar dat was op een school of zo, geloof ik, Pascal? Ja, in een aulaatje was dat. Echt een aulaatje? Ja. Aulaatje, met de nadruk op je. Vergeleken met nu was het echt een aulaatje, ja. 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 En hoe ben je bij deze locatie gekomen? Hoe is dat proces gegaan? Ja, via via. We hadden volgens mij van onze loodgieter op een gegeven moment een seintje gekregen. Of daar komt wat leeg te staan. Dan zijn we gaan bellen en toen hadden we geluk. Ja. 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 Maar toen kwam corona, toen moest alles dicht. Ja. Was dat een nadeel of een voordeel als je wil gaan verhuizen? We kregen volgens mij op 16 maart de sleutel. Ja. Dus dat was echt een dag later als de lockdown. Ja, we hebben lang verbouwingstijd gehad. Ja. En nu is het echt perfect. Helemaal kunnen maken zoals je zelf wilde. Ja. 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 En inmiddels lopen de lessen weer gewoon zoals jullie ook willen? Ja, absoluut. We hebben tijdens de zomerperiode hebben we een vakantierooster gehad. Maar vanaf 1 september hebben we gewoon een normale rooster weer aan kunnen houden. Dus dat is heel fijn. Ja, ja. En kickboxing, ik denk altijd dat is heel veel slaan en trappen. Dat is het. Ja. Oké, okay, nou, dan zit ik een keertje goed. Ik heb van vrij veel sporten verstand, maar van vechtsporten helemaal niet. Wat maakt kickboksen nou zo tof? Dat is meer dan in mijn schop en slaan natuurlijk. Ja. Je werkt echt met elkaar. En onze groepen zijn eigenlijk wel dat ze... Ja, degene die beter is, moet zich aanpassen aan degene die iets minder goed is. Samenhorigheid is wel echt een dingetje. En fun staat wel echt voorop. Ja. Maar jullie doen het ook echt voor alle leeftijden, hè, geloof ik. Ja, klopt. Ja. Vanaf hoe oud moet je zijn om überhaupt te kunnen beginnen bij jullie of met kickboxing in het algemeen? Nou, de jeugdles is vanaf 8 jaar. Nu hebben we wel, omdat we heel veel aanvragen kregen van jongere kinderen, hebben we op maandagavond een oude kindles erbij gehaald. Oh, wat leuk. Ja, dat is in principe de ouder begeleidt het kind. Dus wanneer de ouder denkt van mijn kind kan ik begeleiden, kan dat. Maar dat is ook echt voor iedereen toegankelijk dan. Dus ik zou, ik heb geen kleine kinderen meer, maar ik zou als onervaren iemand zou ik met mijn kind ook op kickboxles kunnen komen. Zeker, absoluut. Ja. En wat zou ik daar dan leren? Nou, ik denk dat vooral het belangrijkste is dat het plezier is tussen ouder en kind. Kijk, door het dagelijks leven heen raakt plezier soms een beetje verloren. En dan is echt het één op één momentje met ouder en kind samen. En dat is alleen maar voordelig eigenlijk, denk ik. Ja. En dan op een gegeven moment, dan wordt het kind wordt ouder. En dan mag het zonder ouder ook. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En hoe ziet zo'n les eruit dan voor die kinderen? Ja, wij geven meestal de instructie. Eerst aan de ouder. Dan mag het kind werken bij de ouder. En daarna draaien we de rollen om. Dan moet het ouder luisteren naar het kind. Dat heeft wel leuke momenten op. Ja. Dat geloof ik, ja. Lukt dat ook altijd? Ja, maar het hoeft niet perfect. Nee, okay. Het echte plezier staat gewoon echt voorop. Ja. Ja. En naarmate kinderen ouder worden, meer ervaren, gaan ze dan ook wedstrijden kickboksen tegen elkaar? Of is het echt gewoon voor de fun en voor echt recreatief? Ja, wedstrijden staan niet op de planning. Maar het is wel, mocht iemand ooit echt heel erg goed zijn waarvan ik denk, dat kan wel. Ja. Daar kunnen we dus even goed naar kijken. Ja. Jullie doen het echt samen. Ik vond het filmpje ook echt heel erg leuk van de opening. Was dat jullie dochter die daarbij was? Of was dat gewoon een van de leden? Nee, mijn dochter. Jouw dochter, ja. Oké. Okay. Ja. Maar het is niet iets... Het is geen core business altijd geweest. Nog steeds niet. Nee. We hebben samen gewoon een gezinshuis. En dit is morgens 1 of 2 uurtjes en 's avonds 1 of 2 uurtjes. Oké, okay, dus je doet het er echt bij. Ook eigenlijk een beetje voor je eigen hobby, zeg maar. Precies. Ja, ja. We hebben nu al een meisje dan, die ook bootcamp lessen gaat geven. En misschien ook nog iemand die wat andere lessen kan geven. Past dat, bootcamp, bij een kickboxschool? Ja, want wij willen eigenlijk, als iemand zegt, ik wil graag plaats geven, maar ik heb geen ruimte. Dan hebben wij die ruimte. Oh, op die manier. Ja. Ja, ja, ja. Dus je gaat toch eigenlijk ook wel weer uitbreiden ook naar andere disciplines. Ja, maar dat mensen... Ja, als iemand zegt, ik wil heel graag Pilates les geven. Hm. Nou, en wij geven geen les op het moment dat zij het wil. Dan is dat bij ons doen. Ja. Ja. Nou, dat is wel mooi. Is er ook behoefte aan in Haastrecht? Aan dat soort ruimtes om lessen te geven? Nee, je hebt niet heel veel natuurlijk in Haastrecht. Te weinig, denk ik. Ja. Dus het zou een gat in de markt kunnen zijn. Absoluut. Ja. Ja. En daarnaast geven we ook nog cross-training lessen. Dus we hebben een kickboxruimte en een cross-training ruimte daarnaast. En maar wat dat is dat precies, cross-training? Cross-training is meer echt een krachttraining.
Dus niet dat je echt aan de apparaat hangt bewijzen van, maar meer op echt lichaamskrachten met losse dumbbells en stangen en dergelijke. Okay. Maar de naam zegt kickbox in Haastrecht, maar dat is de combinatie met. Ja. Maar daar weten nog niet heel veel mensen vanaf. Nee. En zijn er ook leden die het allebei doen? Ja, genoeg. Zeker. Ja, ja. En versterkt het elkaar dan ook? Word je, omdat je cross training doet, word je dan sterker en meer weerbaar ook in je kickbox trainingen? Nee, maar cross training word je wel voornamelijk atletischer. Het is niet dat je echt een, een spierbundeltje wordt. Maar je doet alles, je doet stukken hardlopen, optrekken. Echt ook een stuk conditie. Ja. Maar dat speelt dat wel mee dan in ook het verbeteren van je skills met kickboksen? Ja, het is beter met een PlayStation thuis voor de boek zitten. Ja. Dat geloof ik meteen inderdaad. Ja. Nou ja, in principe alles, als je maar iets doet, het is al beter dan niets. Ja. Sta je zelf ook nog op de mat of niet? Nee. Ja, om les te geven. Ja. Mis je het? Ja en nee. Ik heb nu ook gewoon hele andere dingen waar ik me op richt. Ja. Wat was voor jou nou de ultieme beleving als je op die mat stond? Wat gebeurt er dan met je? Ja, test, adrenaline. Hetzelfde met hardrijden. Ik heb het ook wel zo, als ik op de motor zit, soms gewoon lekker een beetje gas te geven. En die kick die je krijgt. Ja, maar ook wel beheersing van je, je lichaamsbeheersing, denk ik, hè? Ja. En is dat ook wat je de kinderen dan ook meegeeft? Joh, trappen is prima, maar wel beheerst? Ja, alles gaat wel echt met normen, waarden, disciplines en ze doen wel goed hun best om het rustig aan te doen. Ja, leuk. Jullie hebben nog plek voor nieuwe leden? Zeker weten. Ja? Absoluut. Waar kunnen mensen zich eventueel aanmelden om eens een keertje bij jullie langs te komen? Het beste is via social media, denk ik, dat ze gewoon een berichtje sturen. Dan sturen we een gratis proeflinkie. Ja, en hoe zijn jullie te vinden? Kickboxing Haastrecht. Kickboxing Haastrecht en dan komt het helemaal goed. Ja. Leuk dat jullie er waren. Ja. Dank u wel. Leuk dat jullie zo lekker op je eigen plekje zitten. Ja, stop. En als er in Haastrecht mensen zijn die een trainingsruimte zoeken, dan kunnen ze ook bij jullie terecht.